Alexander en ik speel gitaar voor Perceptions. Deze gitaar is een linkshandige horizonmodel van de ESP. Gekocht in Parijs, met andere woorden. Een zeer mooie gitaar, vind ik zelf persoonlijk, want het heeft een parelmoeve inleg. Als pick-up heb ik 4 Simon Duncan single coils. Zeer goede pick-ups voor mijn smaak. Het is goed voor de high-end en de low-end. En mijn switch dat stelt op beide activeert voor de proc-melodie eruit te krijgen en zo. Mijn head is een PV Valve King. Niet echt bepaald een dure head, maar het moet zeker heel goed geluid uit voor zijn prijsklasse. Ik ben er heel tevreden over. Het is een zeer goede high-gain amp. Als cap heb ik gewoon een PV 4x12. Volgens mij is het ook een PV Valve van PV Valve King, maar ik heb hem tweedehands gekocht. Dus, en het zat niets meer op van logo, dus ik zat niet echt precies weten, maar het is altijd wel een PV. Ja, voor mijn pedalen is het uiteindelijk heel basic. Ik heb mijn noise suppressor voor alle vreemde geluidjes en vervelende geluiden eruit te halen. Mijn TS9 Ibanez Tube Screamer, voor die meer geen eigenlijk. Zeer goed in combinatie met mijn Valve King, komt er zeer goed geluid uit. Dan heb ik mijn DD7 voor de leadstukken, voor de meer atmosfeer aan bij te brengen, wat vol gaat klinken. Ook nog mijn tab voor tempo te regelen. En dan nog een basic chromatic tuner van Bos. En dat is de fake. Ja, ik ben Jonas. Ik speel bas bij Perceptions. En dit is mijn bas. Mijn basgitaar is een Fender Jazz Bass. Ik heb die toch al 5 jaar of zo. En dat is mijn eerste bas, maar wel echt nog wel mijn goeie. Het eerste wat ik dan veranderd heb is die slagplaat. Dat is zo zwarte geworden in plaats van wit. En daarom heeft hij eigenlijk zo. Allee, kast niemand heeft die. Mijn head is een Hartke H2500. Hij is 150 watt. Niet zo heel sterk, maar ja, ik heb ook niet zoveel geld, want ik studeer nog. Dus dat was wel het beste wat ik kon krijgen. En die kabinet heb ik tweedehands gekocht, dat is ook een Hartke. En ja, die kan al wat meer dan als mijn head, maar dat komt nog die een duurdere head. En dan heb ik alleen als pedaaltje een TU3 en een Boss. Dat is gewoon met een tuner, dus ja, meer heb ik eigenlijk nog tot nu toe niet nodig. Hey, ik ben Glenn van Perceptions. Ik ga even mijn gear voorstellen. Sinds kort speel ik op deze Ibanez gitaar. Normaal, in het verleden heb ik altijd ESP gitaars gebruikt. Maar na het testen van een Ibanez gitaar heb ik gemerkt dat vooral de nek veel beter ligt. Voor de eerste keer gebruik ik actieve pickups. Ik heb daar geen bepaalde reden voor. Klinkt gewoon heel goed. De vorm lijkt een beetje op de Eclipse van ESP. Ik had eerst gedacht die te proberen, maar de nek lag gewoon beter bij deze. Even naar de head. Ik gebruik de PV 6505. Deze hoop ik nog even te kunnen gebruiken, maar als ik zou upgraden zou ik zeker bij PV blijven. 5150 misschien. Ik heb hem gekozen vooral voor het rauwe geluid. De stevigheid. Gaat al even mee en klinkt nog altijd even goed. We gebruiken hem ook in de studio, live, overal. Ik neem hem overal mee. Mijn kabinet, Orange PPC 412. Vooral in combinatie met deze PV klinkt het heel goed, vind ik. Brengt het rauwe geluid verder, maar geeft het een iets vollere sound.
Het is wel heel zwaar en lomp, maar voor de rest een goede combinatie, denk ik. Oké, de pedalen. Ik hou het hier heel standaard. Om te beginnen een noise suppressor, NS2. Heel standaard. Is wel nodig bij de PV head. Maakt veel geluid die head, dus echt wel nodig om een noise suppressor te gebruiken. In combinatie heb ik Ibanez Tube Screamer. Ik denk dat het een TS9 is. Ja, TS9. Geeft het wat een boost. Ook echt wel nodig om het een beetje voller te laten klinken. Verder heb ik een standaard tuner van Boss, TU3. Gaat dat even mee. Het is een beetje standaard. Zeker aan te raden. Hey, share ons interview samen met TuneUp. Tag ons en TuneUp. En dan maak je kans om deze shirt te winnen.